Hoewel we om onduidelijke redenen geen uitnodiging hadden ontvangen, beschouwen we het als onze burgerplicht u toch te informeren over het Koninginnenconcert. Dus namen we samen met Roddelpers gedwee plaats achter de hekken. Het Koninginnenconcert vond tot nu toe altijd plaats in Den Haag, maar was vanwege de 65e verjaardag van de majesteit verplaatst naar Amsterdam. Het concertgebouw is immers veel stijlvoller. En in Amsterdam heb je ook altijd een wat moderner publiek. Jammer was het alleen dat de gasten vanwege de verkeersdrukte via de zijingang naar binnen moesten. Niettemin viel er veel te genieten. Al was het maar omdat Hans van Mierlo vergat de taxi te betalen. En zo ziet Connie Palmer eruit als ze naar de kapper is geweest. De genodigden van Beatrix kwamen allemaal uit eigen land. Niks geen buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, die hebben we zelf al genoeg. De ambassadeur van UNICEF, de grootvorst der letteren, de prins der dichters, de koning van Katoren, de onderkoning van Amsterdam, ome Job en tante Leen. En verder een feestelijke cocktail van ontzettend beroemde mensen waarvan je denkt, wie is dat ook alweer? Van Boris Dietrich gaan we nog veel horen. En van André Rauwvoet niet meer. Ook de grootverdieners waren uitgenodigd. Martin R. met zijn vrouw, Wim en Dickie Dick, Karel Vuursteen met een jonge vriendin, er waren beroemde kunstenaars. Oud-museumdirecteuren, de koninklijke schoonouders, burgers, maar nette burgers, de koninklijke volkskundige. Longtime Nocie, de koninklijke gebedsgenezer, de koninklijke geluidsman en uiteraard busladingen vol vrienden en bekenden van de koningin uit de provincie. Majesteit is erg geliefd in de provincie. Het dilemma bij zo'n entree is altijd, gaan we poseren of niet poseren voor de pers? De Ludingtjes lopen door. Sonja Barend loopt ook door, maar die zorgt er wel voor om even te lachen. Mevrouw Wallage is nog wat onwennig. Maar de vader des vaderlands en zijn charmante Bianca straalden. Jan-Peter heeft waarachtig wel wat geleerd het afgelopen jaar. Al haalt hij nog niet het niveau van een Paul van Vliet. Kees Dam loves de camera. Marten Reuning hoeft je niks te leren. En ook de vrouw van de Knijpels weet hoe je een wit voetje bij de pers moet halen. Maar wie echt de aandacht wil trekken doet, zoals Paul Wittemans gezellin. Oh, mevrouw toch. Schaamt u zich, mevrouw. Schaamt u zich. Ja, is een vriendin. Goed zo, mevrouw. Qua jurken droegen de gasten op deze AOW-party van Beatrix een scala aan roodtinten. En toen was het tijd voor Oranje. De koninklijke familie is in aantocht. Dus de loper recht. Met de kruimeldief nog even de voetstappen van de plebs verwijderen. De paaltjes met de koorden erbij. Daar houdt de koningin zo van. En wie nu nog arriveert, wordt zonder aanzien des persoons naar de achteringang gestuurd. En daar zijn ze.
De eerste die aankwam was de kroonprins met zijn bevallige Maxima. Zwanger is ze nog niet. Misschien is ze er nog niet aan toe. Ze is nog op zich redelijk jong. Ja. En van de andere kant willen ze nog wat jaren hebben om een beetje met elkaar te genieten. Dan zullen ze ook haast moeten maken. Mark van der Linden is de best geïnformeerde royalty-verslaggever van Nederland. De mindere leden van de koninklijke familie, daar heb ik de telefoonnummers van, dus die kan ik bellen. Ja. En de rest gaat via de RVD. Ja. Margarita behoort je bij de mindere afdeling? Margarita is, nou, ik vind het geen minder mens natuurlijk, maar als je praat over zeg maar, hoe verder van de troon, dat noemen wij dan de mindere leden. Zeg maar. Ja. De mindere leden kwamen allemaal met de bus, zoals de ex-man van Irene. De RVD wilde niet zeggen wie hij bij zich had, dus we nemen aan dat dit zijn nieuwe vriendin is. En dit zijn onechte dochter. En dit een bijslaap. En nog een onechte dochter. Enfin, aan de RVD heb je wat. Prinses Irene had wel een auto toegewezen gekregen. Zij kwam met zoon Carlos. Dochter Margarita was helaas verhinderd. Weet jij nou een beetje waaruit de armloop, waarom iedereen nou zo tegen is, tegen die Edwin? Wat zijn nou de feiten? Nou, Edwin is de eerste man die zich daar meldt. En dat is, valt wat moeilijker dan al die leuke jonge meisjes die daar binnenkomen. Ja. Hij past er niet zo aan. Nee, en hij heeft natuurlijk op eigen kracht veel bereikt. Je krijgt te maken met mensen die heel weinig hebben hoeven doen om dingen te bereiken. Ja, ja. En dat botst. Ja. Zij gaan echt poseren wel, dat doen ze. Ja, maar zij weten dat wij altijd aardig voor ze zijn. En als je vriendelijk bent, dan krijg je altijd een vriendelijke lach terug. Dus ja? Ja, je krijgt de pers die je verdient. Ook prinses Christina was er. Chic als altijd. Even dachten we ook dat prins Bernhard eraan kwam. Maar hij reed door. Richting Juliana-pantsoen. Als laatste arriveerden Constantijn en Laurentien. Het wachten is nu alleen nog op de majesteit. Helaas, het is de pianist van vanavond. Zo is het dan met de koningin zelf? Is hij nou de hele regeerperiode zich een beetje anders gaan gedragen tegen de pers? Ik vind de koningin met de laatste tijd steeds meer mens worden en minder majesteit. Komt dat met het ouder worden of is dat een nieuwe policy? Nou, dat zou wel een nieuwe policy kunnen zijn. Willem-Alexander gaan ook in Vanity Fair binnen, Maxima in Vanity Fair. Dat is iets wat vroeger ook niet paste bij de Oranjehuizen, die glamour. En nu ineens kan dat wel met de fotograaf van Diana. Dus ze gaan toch echt meer de internationale kant op. 65 jaar en eindelijk internationaal. Majesteit, gefeliciteerd. We nemen u mee naar een feestelijke partij op een landgoed in het Gooi. Nicole de Beauvry, inderdaad de dochter van, had ons uitgenodigd voor een hartverwarmde lentefuif rond haar klussenvilla die rustiek gelegen is aan de A1. Ondanks de voorbijrazende vrachtwagens zat de stemming er al vroeg in. We are beautiful, no matter what they say. His words won't bring us down. Ik hoorde net mijn kleindochter zingen en daar krijg ik dan kippenvel van. Wij ook. Waarom dit feest? Een feest van een heleboel nare dingen, drama's achter de rug. Even weer helemaal alles opnieuw. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wat is er gebeurd? Nou, van alles. Een scheiding, gedoe, gedoe, gedoe. En nu een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Lentefeest. En dat hoef je in het Gooi geen twee keer te zeggen. De hele Gooise groegemeente was gekomen. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Natuurlijk was vader Jan er ook. Broer Jean-Marc, oma, tante Katrien. En alom was er veel gezelligheid, want het betreft hier een echtscheidingsfeestje. Wil jij een feest geven vanwege je scheiding? Nee, want ik vind het zo'n
Ik vind het van mezelf vond ik het zo'n afgang dat ik gescheiden ben. Omdat ik me had voorgenomen dat als ik met een man ging trouwen, dat ik er dan mijn hele leven bij zou blijven. En toen dat niet lukte, vond ik dat gewoon een zepert van de eerste orde. Heb je het wel lang genoeg geprobeerd dan? 23 jaar, is dat oké? Echtscheiding reden voor een feest? Ja, absoluut wel. Hoeveel feesten heb je al gegeven? Nou, ik had er al een heleboel kunnen geven. Er waart een nieuwe echtscheidingsgolf door Nederland. Vooral in bosjes om. Ja. Ja. Is dat des Goois of is dat gewoon überhaupt? Nee, ik kom niet uit Gooi. Het gebeurt overal. Heb je je ex ook uitgenodigd? Heb ik ook uitgenodigd. Dat hoort erbij. Net als het voorstellen van je toekomstige ex. Een mooie jonge god. Ja. Ja, hoe oud ben je? 24. Zo. Ja. Zeg, ik heb vooral begrepen dat een jonge vriend altijd heel duur is. Heel duur. Had je niet beter een hele oude kunnen nemen met veel geld? Ja. Nee, dat wil ik juist niet. Dat doen ze allemaal hier. Ik moet het een beetje andersom doen. Nicole doet alles andersom. Ook bij een scheiding. Meestal neemt de vrouw het geld van een man mee. Ja, dat heb ik niet gedaan. Is me niet gelukt. Ik heb wel geprobeerd. Daarom is het ook zo naar verlopen. Ja. Ik heb het wel geprobeerd. Met als gevolg dat ze nu straatarm is. Maar dat geeft niks. Arm zijn is in het Gooi. Je merkt bij een heleboel dat toch een beetje de rem erop zit. Ja. Ja? Ja, ook. Ja. Maar moet je als schilderijen verkopen? Nou, ja, dan ben ik aan het doen. Nee, dus... Ik heb nog niks verkocht. Nee, dat gaat niet. Gaat het gebeuren? Misschien, maar het heeft niks met de recessie te maken. Nee, ik zit in een scheiding. Heb jij last van de recessie, gekelderde aandelen, al dat soort dingen? Ja, natuurlijk. Ja. Veel verloren? Ja. Heb jij zelf er last van? Koop jij zelf ook minder nu? Ik denk dat... Ik heb bijvoorbeeld een half jaar geleden een nieuwe auto besteld. En ik denk dat als ik dat nu zou moeten doen, zou ik het niet doen. Je hebt dus geld tekort, een beetje. En dit huis, gaat het dan ook verkopen? Is moeilijk. Nee, ik ga het niet proberen het niet te verkopen. Geen wonder. Met zijn fraaie tuinen en zijn heerlijke ligging aan de A1... is het huis van Nicole de Bouverie een unicum. En ook binnen is het een uiterst smaakvol geheel. Waar is Jan de Bouverie? Is a very, very, very fine house with two cats in the yard. Life used to be so hard. Now everything is easy. Dit huis, heeft het zelf gekocht of heeft het van jou gekregen? Nee, absoluut niet. Want ik ben niet iemand die maar geeft. Want als je geeft, dan gaan mensen achterover hangen en doen niets meer. Gelukkig heeft Jan wel zijn genen geschonken. Nicole is een en al creativiteit. Ze heeft geen geld, ze creëert, ze geeft kinderfeesten, ze weet de wereld tussen ouders en kinderen heel dicht bij elkaar te zetten. En dat doet ze onder het motto, veel doen met weinig geld. Waarom twee trampolines, als het ook met één kan? Ja, zeker niet! Ja! Stro is leuker dan 1000 wipkippen. En daarbij, moeders zijn gek op stro. Je eigen auto onderkladderen is feestelijk en goedkoop. Ponies zijn altijd een succes. Personeel is niet nodig met zoveel kinderen voorhanden. En de catering voor de volwassenen hoeft ook niet duur te zijn. Als het maar lekker is. Al met al hing er een gezellige gypsy-achtige sfeer, waar het nog maar net aan ontbrak dat het Rode Kruis dekens kwam uitdelen. Je zou bijna vergeten dat we in het Gooi zaten. Maar niet echt. Naast kinderpartijtjes hoopt Nicole het grote geld binnen te halen met een nieuw project. Ik ben een televisieserie aan het verkopen. Een televisieserie? Over ons leven. A la Patty Bracht en Patricia Paar. Patty Bracht. Ik ga helemaal mee. En wat zien we dan? Droog roggebrood eten? Droog roggebrood, verwarming uit. Vooral veel de verwarming uit. Op zich is het natuurlijk wel leuk om eens iemand uit het Gooi te zien die in een groot huis woont en geen geld heeft. En ja, wie weet maken ze wel de meest waanzinnige dingen mee, dus... Even bij de cameraman van de serie checken. Er gebeuren rare, spannende dingen in, zoals bij Bracht en bij Paai. Nou ja, dat durf ik niet zo gelijk te zeggen. Maar behalve dan wat paarden binnen in het huis komen en wat honden die vechten, ja... Of dat voldoende is, weten we niet. We zijn natuurlijk erg verwend met Patricia Paai en Patty Bracht.
Welke vind je het leukst? Patty. Waarom? Ja, natuurlijk onbetamelijk ordinair, dus dat is wel smullen natuurlijk. Ik kijk het ook, maar ik vind het wel ordinair, zeker Patty. Maar ik denk wel van meisie, meisie. Wat ordinair. Kijk je ook naar Patricia Paar en Ellen Curry? Nou, daar is dus dat stukje bij. Alleen maar voor gezien wat herhaald werd bij Barend en van Dorp. Ik weet niet of jij dat gezien hebt. Waarbij Adam dus met een blote snikkel in de badkamer in erectie is. En toen dacht ik, ja, nou, dat gaat toch wel vrij ver, weet je wel. Je hebt toch niet weggezet, neem ik aan, of wel? Nee, ik heb het juist alsmaar teruggekeken natuurlijk. Benieuwd wat voor interessants Nicole en Willem ons allemaal gaan voorschoten. En mocht dat met de tv-serie niet lukken, en moet het huis toch verkocht worden, dan moet ze maar iets wits aantrekken en haar oude wijze vader luisteren. In een negativiteit moet je je positief kleden. Dan kan de dag niet meer stuk. Binnenkort verkrijgbaar op een wandtegeltje. Na de reclame brengen we een bezoek aan de kapper en aan de modeshow van Sheila de Vries. Toen we de vecht overstaken via de Thijs van Leerbrug, voelden we al dat het een heerlijke middag zou worden. Om te beginnen lag Sterrenrestaurant de Nederlander er op zijn allerschilderachtigst bij in het net doorgebroken voorjaarszonnetje. De lente zat bij menigeen al in het hoofd. De dames kwamen als veulens zo dartel aangelopen. Maar alleen dames van de wereld, want aan de four-wheel drive te zien kwamen ze uit de stad. Sheila de Vries toonde haar nieuwe zomercollectie en zat er duidelijk zin in. Zomers ben ik gewoon ja, een jong veulen. In de stoffen, in stoffenland. En dan ga ik gewoon allemaal hele vrolijke dingen maken. En vrolijk was het. De cliëntele die de kleding van Sheila de Vries prefereert, bestaat uit een mengeling van rijke mensen, bekende mensen, gezellige mensen en dames. Veel dames. Er hing ook meteen een relaxed Sheila-sfeertje. Zullen we een kopje koffie nemen of een kopje thee? En wat voor taartje doen we erbij? Geeft u mij maar champagne. Wat vervelend nou dat ik de enige ben die een hoed op heeft. Hoe dan ook, het was heerlijk om elkaar weer eens te spreken. Ik ben heel lekker bruin. Oh, ik ben niet bruin. Hoe komt dat? Was je maar wel, ja? Ja, maar ook een beetje uit de doos. Ja, ook een beetje maar wel, ja. En verder leek het alsof de 60's bij deze doelgroep weer helemaal terug is. Flower power voor haar. En voor hem. Sandalen. De paarse broek is weer terug. Net als de tas met franjes en het waterlooplijnjackie. Het was alleen jammer dat Mark de Boer de flower power kwam versteren met een legelkloffie. Ik vind het afschuwelijk. Bij mij zal je het niet vinden. Maar wat vind je van die pakken van de Amerikanen, de Engelsen? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat wat mij betreft mogen wel iets meer getailleerd worden. Waardoor het wat leuker en wat eleganter uitziet. Elegantie moet je aan Sheila overlaten. Love and Peace was ook aanwezig. In de persoon van de door oudere heren zo beminde schrijfster Rosita Steenbeek. Ben je ooit naar een psychiater gegaan? Voor het feit dat je op oudere, beroemdere mannen veel je voorliefde had? Ja. En wat zijn de psychiater? Ik je redden. Rosita schijnt een vadercomplex te hebben. Ik denk het. Dat was gewoon de leukste man die ik gekend heb. Ik heb altijd gezocht naar een herhaling, denk ik. Intussen is ze bijna genezen. Ik kan nog steeds op oude mannen vallen, maar ook op jongen. Maar van alle maatje thuis. Ja. Nou, leuk hoor. Sheila de Vries heeft de voorliefde voor heel andere mannen. Onopvallend liep ze rond met een foto van Bill Clinton. Hij komt niet op mijn nachtkastje te staan, dat niet. Clinton heeft onlangs een lezing gegeven in Nederland met groot succes. Hij hangt boven mijn bed. Hij gaat echt boven je bed, ja? Vind je een aantrekkelijke man? Nou, schat, er stonden er 100 die met hem op de foto moesten. Allemaal vrouwen natuurlijk. Maar hij pakte me helemaal vast, hè? Oh ja? Zo deed hij. Dus ja, hij hield er wel van. Was ook een beetje een aardige man? Bill. Ja hoor, zeker, absoluut. Jij doet ook meteen Bill? Ja, tuurlijk. Kijk eens, nu met meneer Clinton is gewoon Bill. Voor de show mochten we ook nog een kijkje nemen in de kleedkamers. Goedemiddag. Ja. Vertel eens, Vanessa heeft haar afgeknipt. Zijn er nu veel vrouwen die dat ook willen?
Nee, juist niet. Nee. Dat heeft geen invloed op jullie vak, nee? Nou, ik moet zeggen, de foto's in de Telegraaf die waren heel goed. Nou, ik heb dat haar gezien in de flit en dat vond ik heel erg leuk staan. Het is een goede kleur en ik vind het erg leuk geknipt. Vanessa heeft ook de lippen uit laten zagen. Is dat nu ook een modetrend aan het worden, dat de lippen weer gewoon worden? Op een gegeven moment is het net alsof het met de Thunderbirds te maken hebben. Dat vind ik geen goede zaak. Ja, dat werd een beetje too much. Dunne lippen zijn niet mooi, maar Zulu-lippen zijn helemaal niet mooi. Resumerend dus voor de komende zomer, het haar kort, de lippen dun en de oogschaduw op zijn haars. Dat is een beetje wat Beatrix toch nog altijd heeft. Ja, stralend blauw. Komt dat helemaal weer in? Ja, al die lichte kleuren die komen weer terug. Ja? Heldere. Dus Beatrix is helemaal modern? Bijna wel. In tegenstelling tot de dames is de haardag bij de mannen dit jaar lang. Beetje ordinair geloof ik zo met lang haar. Heb ik er niets van paai of heb ik meer team paai? Misschien zijn we meer het type voor een pagekopje. Het blijft ordinair. Samme zeg. Dat zou proost zijn. Wat ben ik blij dat ik geen vrouw ben zeg. En moet er iemand dit van jullie op? Moet jij dit op straks? Nee. Niet. Dreadlocks zijn gelukkig. Tijdloos. Snel naar de show. Men genoot. Heb je Peter Faber gezien op de eerste rij? Nee. Het is zo leuk om naar die man te kijken als hij naar die mannequins kijkt. Die kijkt dus eerst naar de benen, dan slaat hij de jurk over, dan kijkt hij naar de borsten en dan applaudisseert hij. Als jongetje denk ik, wat een mooie meiden, wat een mooie jurken. Alleen ik kan het niet hebben, waarom loop ik niet mee, waarom kan ik het niet aantrekken, waarom ga ik ze niet zoenen. Als een kind in Lau Lekkerland. Ik vind het prachtig. Ook de dames vonden het prachtig. Prachtig. Ja? Prachtig. Ik vond het ook wel iets Italiaans hebben. Dit is Sheila. Ik ga nu eindelijk eens iets kopen bij Sheila. Ja, dat weet ik nog niet. Ik denk een van die pakken. Een pak, gewoon een jasje. Ja, gewoon. Ja, want als je iets koopt dat duur is, dan moet je gewoon iets nemen wat je heel vaak aan kan. Want dan denk je, per keer wordt het dan steeds goedkoper. Het enthousiasme van veel vrouwen was wel gebaseerd op een welkome noviteit. Er is aandacht voor, zeg maar, de rondere vorm. Jawel, dames, onze naam, de rondere. Sheila kent haar doelgroep. Dames die zich couture kunnen veroorloven, zijn niet alleen dun gezaaid, maar ook niet altijd even dun in de taille. Hey they don't cry. Ik vond het in ieder geval wel een heel goed initiatief om eens een wat dikkere mannequin uit te nodigen. Omdat dat toch in ieder geval voor mij, voor jou dan niet, maar dat het meer mogelijkheid tot identificatie geeft, zeg maar. Heerlijk, eindelijk. Eindelijk mogen wij alles laten zien wat we hebben. En het is nogal wat hoor. De Nederlandse vrouw heeft doorsnee maat 40. Ik ben geen maat 40, maar ik heb wel een wat... vollere buste. Ik heb dus maat 44 en als je in de winkels komt in Nederland, ja, iedereen doet daar heel stiekem over, maar maat 44 is altijd het eerste weg. Dus ik begrijp helemaal niet waarom er niet gewoon meer maten 44 gemaakt worden. Dus ik vind... Ik wist bijna niet. Jij mag niet lachen. Ga weg, ja. Inderdaad, op een bepaald moment na een show paste ik een jasje en dat stond gewoon zo open. En toen dacht ik, ja, nou is het gewoon te gek. We gaan voor alle vrouwen ontwerpen. Vind ik heel goed van haar, maar Sheila is natuurlijk ook heel commercieel. Mag ook, hè? Is heel goed. Want zonder geld geen show. En zonder hapjes ook niet. Aan het eind van zo'n zware modeshowmiddag is het altijd goed om even bij te happen. Wat is het?
Het is een oester met sabayon van champagne. Wat is dit? De koude bitterbal van foie gras met nootjes en appel. Sheila de Vries weet wat de mensen willen. En nog eentje, dankjewel. Ja, natuurlijk, niet er wel. Het was een vorstelijke week. Benieuwd wat de volgende keer te genieten valt in Society Minnend Nederland. Gaat het weer een beetje, meneer Dreugen? Thank you.